minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ronald Plasterk. Welkom. U kwam van de wetenschap. U zei onlangs in het NRC Handelsblad, ik was toen geen mens meer, maar minister. Die avond ging ik naar bed als minister. Nou, wat er gebeurde is, de avond voor de installatie krijg je een video te zien van de Rijksvoorlichtingsdienst. En dat was denk ik ook omdat eerdere ministers, ik geloof Nawijn had een keer iets gezegd, die was voor de doodstraf. En toen zei hij in de Tweede Kamer, dat zei ik als mens, maar niet als minister. En dat ging toen helemaal mis. Dus in die video werd ons uitgelegd, je moet je goed realiseren, vanaf nu, Klaas de Vries zei dat geloof ik, die keek in die camera en die zei, vanaf nu bent u meer minister dan mens. Dus ze ging naar huis en toen zei ik tegen mijn vrouw van, dit is mijn laatste avond als mens. Ja, mensen hebben er vanaf het begin vroegen ze van, hoe vind je het nou? En ik heb altijd een beetje gedacht, nou ja, want... Is het wel iets voor u? Ja, dat kunnen we ook echt bezorgd vragen. Ja, in het begin heb je het gevoel alsof je op een, met je skis aan op een net iets te steile helling staat. Dat je denkt, als ik nou ga nadenken over de volgende bocht, gaat niet goed. Nee. Dus gewoon maar op je dalwiel blijven staan, op een ski blijven staan en die bochten maken en zien wat er gebeurt. En na zo'n jaar, nu, kan ik er terugkijken en denken, ja, ik vind eigenlijk wel... het bevalt me wel. Ja.